nachtleven van Berlijn bijvoorbeeld gaat volkomen langs hem heen. Zijn vrienden zijn piloten op verlof, met wie hij voor het grootste deel alleen over vliegtuigen praat. Een van die vliegers is von Richthofen, die de bijnaam de Rode Baron kreeg. Hij krijgt internationale bekendheid omdat hij een recordaantal vijandelijke vliegtuigen neerhaalt. Fokker levert in de oorlog meer dan 1000 vliegtuigen aan het Duitse leger. Door de enorme haast waarmee Fokker moet produceren, sluipen er regelmatig fouten in de constructie. De haast is soms zelfs zo groot dat piloten buiten de fabriek staan te wachten tot hun toestel klaar is. Fokkers grootste succes is de D-7. Dit toestel is zo gevreesd door de geallieerde piloten dat het als enige toestel met name genoemd wordt in de vredesverdragen. Fritz Kohlhoven bevindt zich gedurende de oorlog in Engeland, waar hij voor de geallieerde vliegtuigen bouwt. Fokkers en Kohlhovens ontmoeten elkaar dus regelmatig in gevecht boven Noord-Frankrijk. Hij heeft zich daar in Engeland als een vis in het water gevoeld. En ja, hij had natuurlijk bij zo'n grote fabriek zoveel aantallen vliegtuigen bouwen. Dat was natuurlijk voor zijn jonge man een enorme eer en een voldoening moet hem dat gegeven hebben. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bezit het Nederlandse leger 9 vliegtuigen. Tijdens de oorlog is het voor het leger heel moeilijk om aan vliegtuigen te komen. De Nederlandse bouwers zitten in het buitenland. En kopen in het buitenland is vanwege de neutrale houding die we in de oorlog aannemen praktisch onmogelijk. Maar het komt regelmatig voor dat buitenlandse toestellen noodlandingen maken of neerstorten op Nederlands grondgebied. De regering koopt deze toestellen dan netjes op van de eigenaar. En zo heeft Nederland tegen het eind van de oorlog een allegaartje aan toestellen, waar druk mee wordt geoefend. Onder de vliegtuigen werden kleine rekjes geplaatst en daar werden dan zogenaamde oefenbommen aan opgehangen. En dat waren vaak keurige gepoetste eikenhouten bommetjes van nog geen meter. En die werden dan op de oefenterreinen op doelen gemikt. Het leger is in die tijd de enige plaats waar je kunt leren vliegen. Burgerluchtvaart bestaat immers nog niet. Dus wie het wil leren, moet dat in het leger doen. Albert Plesman is een van de mensen die dit doet. Tijdens zijn opleiding tot kadet op de Koninklijke Militaire Academie in Breda is hij in 1911 aanwezig bij een vliegdemonstratie en is meteen verkocht. Een paar jaar later begint hij aan zijn vliegersopleiding. Hij was niet een goed vliegend heer Versteeg, dat was zijn instructeur. En die heeft hem op zijn voorlaatste vlucht geweldig, op zijn Hollands zeg je geloof ik, uitgekafferd. En die zei, Plesman, dat deugt niets van, je begrijpt er niets van dit. Hij vloog volgens het boek. Het stond geschreven, als je een linkerbocht draaide, dan moest je de stuurknuppel naar links doen. Als je rechterbocht draaide, moest je de stuurknuppel naar rechts doen. Maar hij had niet het echte vliegersfeeling. Toen hij natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog boven Holland vloog in die oude Farman-toestellen. En dan moesten ze die Duitse toestellen die naar Holland waren overgekomen, die moesten ze afbreken en in Soesterberg weer opbouwen. Toen is bij hem toch wel het idee naar voren gekomen, die luchtvaart die zou moeten eigenlijk kunnen aanwenden om de mensen tot elkaar te brengen en niet dat ze elkaar vernietigen. Duitsland verliest de oorlog en tekent de wapenstilstand. Fokkers naam is onlosmakelijk verbonden met de gevreesde D-7. En zijn markt stort na de oorlog in. Bovendien wordt in het verdrag van Versailles bepaald dat al het Duitse oorlogsmaterieel moet worden vernietigd. Dus ook de vliegtuigen die nog in de fabriek van Fokker staan. Thank you.
Maar Fokker zou Fokker niet zijn als hij hier niet onderuit probeert te komen. Hij zint op een list. En met tassen vol geld en waardepapieren vertrekt hij met zijn zeiljacht naar Den Helder, geallieerde blokkades omzeilend. Nu zijn vliegtuigen nog. De Duitse overheid die maakt het ook mogelijk voor hem, hè, om tegen een zacht prijsje een paar honderd vliegtuigen terug te kopen die eigenlijk door de Duitse luchtmacht besteld zijn. Hè, die koopt hij terug, die verplaatst hij op treinen, treinwagons. En met 6 treinwagons komt hij begin maart 1919 komt hij Nederland binnen. Dus het lijkt alsof er een smokkel is. En Fokker heeft dat vroeger graag als zodanig gepresenteerd, van ik die alle regels ontdook. Maar in wezen was het een onderdeel van een breed opgezette strategie van de Duitse overheid om strategische onderdelen van de bewapeningsindustrie uit Duitsland weg te halen en in neutrale landen onder te brengen, zodat ze er in het vervolg nog gebruik van zouden kunnen maken. Maar Antonies problemen zijn nog niet voorbij. Hij is inmiddels Duits staatsburger. En Nederland staat niet te trappelen om hem zijn Nederlanderschap terug te geven. Dat ligt, gezien de zojuist afgelopen Eerste Wereldoorlog, uiteraard wat gevoelig. Met name omdat Fokker zulke goede persoonlijke betrekkingen had met de Duitse militairen. Met hulp van prins Hendrik krijgt hij uiteindelijk toch het Nederlandse staatsburgerschap terug. Ook Plesman zit intussen niet stil. Hij blijft bij zijn idee vliegtuigen voor de burgerluchtvaart in te zetten en organiseert de ELTA, de eerste luchtvaarttentoonstelling in Amsterdam. Koningin Wilhelmina en veel internationale kopstukken komen en de tentoonstelling wordt door meer dan 1 miljoen mensen bezocht. Ook Koolhoven en Dellaert, de latere bouwer van Schiphol, zijn hier aanwezig. En natuurlijk ontbreekt ook Fokker niet. Fokker die had die toestellen in Duitsland gebouwd en dat waren dus, die hadden de oorlog verloren en die Duitsers mochten niet meer vliegen. Maar Fokker had toch met een hele lange trein uit Duitsland een hele hoop materiaal naar Amsterdam overgebracht en exposeerde ook een vliegtuig. Maar onder een bepaalde belichting van de lampen zag hij nog het IJzeren Kruis achterop de staart geschreven. Dus iemand heeft Fokker gewaarschuwd en ze zijn gedurende de nacht aan het schilderen gegaan om dat IJzeren Kruis weg te krijgen. Na de tentoonstelling koopt Fokker de gebouwen in Amsterdam-Noord en opent hier zijn eerste fabriek in Nederland. Met de KLM als een van zijn eerste afnemers kan het bouwen weer beginnen. Als luchthaven gebruikten ze een weiland bij Fort Schiphol, dat in 1916 door de minister van Oorlog voor 50.000 gulden is gekocht van boer Knibbe, 2 percelen modderige grond. Nederland heeft zijn eerste militaire vliegveld. De burgerluchtvaart begint pas goed als Plesman in 1919 de KLM opricht. De eerste vlucht naar Londen vindt plaats in 1920. Echt veel wordt er in die tijd nog niet gevlogen, maar Plesman blijft heilig geloven in de toekomst van de luchtvaart. Hij richt zich hierbij niet alleen op het vervoeren van passagiers, maar ook op vrachtvervoer. Met name het vervoer van bederfelijke waar, zoals groenten en bloemen, biedt handelaren de mogelijkheid hun afzetgebied te vergroten. Plesman krijgt gelijk. Ook al zijn het open toestellen en biedt bijvoorbeeld de trein veel meer comfort. Aan boord van het vliegtuig is geen toilet, het is koud, winderig en de motoren zorgen voor een voortdurend lawaai. Toch spreekt vliegen enorm tot de verbeelding. De tijd is rijp voor de burgerluchtvaart en de KLM groeit gestaag. Het netwerk binnen Europa wordt uitgebreid. En Fokker komt met een nieuw toestel met een dichte cabine.
Fokker en Plesman zijn zelf vaak aanwezig bij het vertrek of de aankomst van vluchten en hebben persoonlijk contact met de passagiers. Voor de eerste passagiers is het een geweldig avontuur. Met dikke leren jassen, zwemvesten en een koffertje van de KLM gaan ze op weg. Ook Louis Bouwmeester, Nederlands beroemdste acteur in die tijd, wordt uitgeleide gedaan door familie en collega's. Omdat er nog maar weinig vluchten zijn, worden er voor de passagiers speciale rondjes gedraaid boven bezienswaardigheden. Een vlucht naar Parijs gaat in die tijd nog via tussenlandingen in Rotterdam en Brussel. Ook voor de vliegers gaat er een wereld open. Er gaan meer Nederlandse vliegers voor de KLM werken. Jonge knullen op zoek naar avontuur. Voor Nederland zijn het ware helden. En er wordt enorm met ze meegeleefd door het hele volk. Plesman zelf bewondert ze ook, mede omdat hij zelf geen geweldig vlieger is. Een van de mensen die gefascineerd raakt is Gerson van Messel. Ik was een jongen van 16 jaar. Toen lag ik een keer thuis in de tuin dan. Mooie zomerdag. Ik was nog op de HBS. En toen kwam er een vliegtuig over. En dat vond ik zo mooi. Ik zei, dat word ik. Ik word vlieger. Ik zei tegen mijn vader. Ik zei, pa, ik ga vlieger worden. Met die oude, dat is erg gevaarlijk. Ik zei, nou, dat weet ik niet. Dat kan wel. Ik zei tegen mijn moeder, ik zeg, ik ga vlieger worden. Dus, dat moet je niet doen, het is veel te gevaarlijk. Gevaar, dat kende je toch op die leeftijd. Wie is er nou bang tussen zijn 16 en zijn 20ste jaar of 25ste jaar? Dan is het een avontuur, iets wat je niet kent. Daar ga je op af. Toen kon je alleen in militaire dienst leren vliegen, want in Nederland waren nog geen vliegscholen. En ik werd goedgekeurd. En 1 mei 1924 werd ik opgeroepen nadat ik een jaar lang opgeleid was voor luitenantje bij het regiment wielrijders in Den Bosch toen nog. Wij waren toen de verkenners met de cavalerie, wat nu allemaal door vliegtuigen gebeurt. En zo ben ik in de vliegerij gekomen. Schiphol bestaat uit 5 hangars en de vliegtuigen staan buiten. Het comfort laat nog veel te wensen over. Over een modderig terrein naar het vliegtuig en in het vliegtuig komen is nog niet zo eenvoudig. Albert Plesman kent in het begin niet alleen voorspoed. De KLM heeft een groot gebrek aan geld en er is dan ook overheidssubsidie voor nodig om het hoofd boven water te houden. De eerste jaren waren zeker niet makkelijk, want men vertelde mij wel eens dat toen ze op de Herengracht zaten, dat was het eerste kantoor van de KLM, en hadden ze geloof ik 4 of 5 of 6 mensen maximum, dat als iemand zijn potloodje had opgebruikt, dan moest hij het stompje inleveren en daartegen kreeg hij een ander potlood. Dus je begrijpt, zeer zuinig moest alles gedaan worden. Maar de KLM en Schiphol blijven groeien. Plesman blijft ondanks tegenslagen een rotsvast vertrouwen hebben in de toekomst van zijn KLM. Hij weet dat de burgerluchtvaart het gaat maken. Fokker komt intussen met grotere toestellen, zodat er meer passagiers mee kunnen. En ook het comfort wordt verbeterd. De rijken laten zich graag per vliegtuig vervoeren. En nu de afstanden groter worden, is de trein niet langer een geduchte concurrent. Het netwerk breidt zich gestaag uit.
Maar de grootste droom moet nog gerealiseerd worden. Plesman moet en zal de koloniën dichterbij halen door middel van een luchtlijn voor post, vracht en passagiers naar Nederlands-Indië. Het idee laat hem niet los, maar een geschikt toestel voor deze lange vlucht is er nog niet. Fokker gaat aan de slag en komt met een nieuw toestel, de Fokker F7A. Niets houdt Plesman nu nog tegen en nog steeds gesteund door generaal Snijders waagt hij de sprong. In 1924 is het dan eindelijk zover. De allereerste vlucht naar Batavia gaat vertrekken. Het is een bijzondere reis en iedereen die ook maar iets betekent in de luchtvaart komt de bemanning uitzwaaien. Ook generaal Snijders is aanwezig en natuurlijk Antonie Fokker die het toestel levert. Het Nederlandse volk is massaal naar Schiphol gekomen en een uitgelaten menigte zwaait het toestel en zijn bemanning uit. De eerste vlucht naar Batavia is een feit.